Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Daar is de corner. Dan een Grealish en Ake. Bal zit erin. 1-0 op het kwartier. Nathan Ake. Oh, mooi van de Bruyne. Kijk eens aan. Competitieritme niet echt nodig. Doelpunt. Een goal. Ai, ai, ai. Adams, Forsberg, toch nog een voorzetje, teruggekopt en binnen. We hebben weer een wedstrijd. Nkunku. Ja, Nkunku. Cancelo, tweede zone. Oeh, dat is tegen de arm aangekopt. En het wordt een penalty. Met de linker, meestal hard. En nu ook een goed geplaatst. En 3-1 voor Manchester City tegen Rasenball Leipzig. Bal moet naar de linkerkant. Dat gebeurt ook. Ja, ja, daar is de tweede goal. Opnieuw een Nkunku. Makkelijk. 3-2. Ja, de Bruyne gleed daar ook even weg. En daardoor kon Laimer... Wat opschuiven, kreeg hij die ruimte. Goal voor RB Leipzig. Grealish mag doorgaan. Zeker geen buitenspel. Want die bal mooi binnen. En die schieten binnen. Kijk, Grealish doet altijd hetzelfde, maar ze kunnen hem niet stoppen. Maar ik snap niet wat Adams denkt hij dat, of dacht hij dat er buitenspel was. Als we dat kunnen zien in de herhaling, een Mukiele die was weg, die was hier hoog opgeschoven. Adams ja, die reageert nauwelijks, gaat niet achter die bal aan, laat dat voor Grealish. Kan makkelijk naar binnen komen deze man en dan de verste hoek zoeken en vinden. Maar de doelpunten, dat kijk hier naar Adams, schuift wat op, blijft wat lopen, ja, draait zich om, denkt oh. Mukiele. Paulsen, goed doorgetikt. Er is een Nkunku nog eens. Ja, ja. En zijn derde. 4-3. Wel, wel, wel. Voor de derde keer brengt Nkunku Leipzig terug in de partij. Grealish. Snel genomen vrije trap. Gundogan legt breed. Cancelo. Mooi. Mooi, 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 mooi. Na twee schitterende passes is daar ook nog João Cancelo met een streep van een doelpunt. En het duurt zelfs geen 5 minuten dit keer dat Leipzig de aansluitingstreffer heeft gemaakt. Of Man City brengt de voorsprong weer op twee doelpunten. Dit keer dankzij João Cancelo, kreeg daar ook veel ruimte en twijfelde niet. Joeg de bal mooi in de verste hoek. Nu toch het slotkwartier al ingegaan. Angelinho te wild. En die heeft al geel. Wordt hij gespaard? Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Wordt niet gespaard, hij mag gaan. Nou, dat hadden we nog niet gekregen in deze wedstrijd. Een rode kaart. Foden met de corner. Ake komt er niet bij. Uit de tweede lijn. Ake raakt de bal. Gaat hij er toch in? Jawel. Jesus. En de vlag blijft beneden.
dit keer. 6-3. Ja, game, zei de match. Je kunt dat wel mogen stoppen nu. Ja. Ah, dat is toch 5 minuten te spelen. Maar het leek van hieruit dat Ake, toen hij de bal op zich getrapt kreeg, dat hij buitenspel stond. Dat was dus uiteindelijk niet het geval. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.